Goedendag, mijn naam is Jules Aarvraag, ik in proef juli 2015. Afgelopen van 23 kleiner dan 1. Wat is de oplossing van deze ongelijkheid? Afgelopen betekent twee waarden, ofwel is 3 min 2x kleiner dan 1, ofwel is min 3 min 2x, dus minder voor, 3x min 2 haakjes kleiner dan 1. Dat betekent absolute waarde, twee mogelijkheden. Dit hier betekent dan dat min 2x kleiner is dan min 2, krijg je 1 min 3 wordt min 2. Door een min voor de x moet je het teken omkijken, dan wordt x groter dan 1. 1 was in feite min 2 door min 2. Het teken wordt omgetekend omdat er min 2 voor de x staat. Hier krijg je min 3 plus 2x, dus geen 6x, sorry, gewoon plus 2x, is kleiner dan 1. Ja, dat betekent 2x wordt kleiner dan 4, want min 3 wordt plus 3 aan de andere kant, dus kleiner dan 1 plus 3 is 4. Dat betekent x kleiner dan 2. Als je samenneemt, dan krijg je in feite hier 1 is kleiner dan x, en x is kleiner dan 2, in je lijst is het antwoord C in je lijst. Dus C, denk over de aangewonden keer.